Ja, hallo, hallo. En wat gezellig dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Het is dinsdagmiddag. Ik ga zo de jongens uit school halen. En dan is het vandaag alweer tijd voor avondvierdaagse dag 2. Nou, het is grotendeels droog vandaag. Ik heb net even gekeken en er wordt misschien nog een klein buitje verwacht. Maar echt zoveel beter dan gisteren. En gelukkig maar, want we hadden ook wel gezegd van nou, we hebben dit één avond gedaan. Maar inderdaad, vooral de laatste kilometers, we waren zo nat. Het was gewoon niet echt meer leuk. Dus nou, dat doe je dan één keer. En vanavond waren we ook niet weer gegaan als het weer zo was. Maar het lijkt nu een mooie avond te worden. We gaan zo even pannenkoeken eten. Gisteren hadden we die kip curry van de Lidl. En ik vond die wel heel lekker, maar de kinderen vonden het een beetje heel erg naar die heel, ja, er zat een bouillonblokje ook in en zij vonden hem een beetje te gekruid en een beetje zwaar op de maag liggen. Dus nou, ik heb beloofd dat ik vanavond pannenkoek voor ze bak. En dan gaan we weer wandelen. Tweede avondvierdaagse dag en we doen vandaag pannenkoeken. En ik wou jullie ook even tippen, wij doen altijd appelmoes in de pannenkoeken. Eigenlijk sinds kort hebben we dat ontdekt. Mm. En het is echt super lekker. En dan kan je er ook nog even een beetje poedersuiker over doen. Maar dit is natuurlijk wel een goede maaltijd voor de wandeling. Mm-hmm. Dacht ik zo. Net als sporters. We zijn er weer klaar voor en het is droog. Het wordt een mooie wandelavond vanavond. We moeten nog een stukje fietsen. En dan gaan we bij het Cernike, waar de universiteitsgebouwen zijn, daar gaan we starten. Dus dan zitten we al een beetje aan de rand van de stad. En wij vinden het wel het leukste altijd om door de natuur te lopen. Jij ook, toch? Want we lopen al zo vaak door de stad. Ja. Gaan we weer vooraan lopen? Gisteren gewoon bijna als eerste over de streep, hè? Ja. Het was wel echt 10 keer beter dan gisteren. Absoluut. Het was gewoon. Ik ben niet dat. Ja, heel klein buitje. Ja, geweldig. Ja, was top. Echt geweldig. Ja, morgen mijn laatste dag. Oh. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. Ik heb het echt heel moeilijk de hele tijd met wat ik nou aan zal doen. Want het is zo koud. Maar ik heb gewoon echt geen zin om weer warme truien of zo erbij te gaan pakken. Dus ik doe de hele tijd maar iets met een blazer. Nou, dit is het geworden vandaag. Topje is van Bristol. Blazer echt al oud, van Naked. En de broek van Zara en mijn Adidas sneakers. Nou ja, zulke dingen ga ik ook maar inpakken voor mijn uitje naar Antwerpen. Ik ga natuurlijk morgen al weg. Dus ik ga vandaag ook eventjes inpakken vanmiddag, denk ik. En ik ga nu dus eerst naar de Kringloop. Even kijken of ik daar leuke dingen kan vinden om een reel mee te filmen. Ik ga naar de Mama Mini en naar de Goudgoed aan het Damse Diep. Heb ik 2 kansen qua winkels. En ja, het is woensdag, dus de jongens gaan ook maar tot 12:30 naar school. Dan moeten we naar pianoles en dan kan ik dan nog even wat werken. En dan is het natuurlijk weer avondvierdaagse. Dus we moeten ook weer vroeg klaarstaan. Ja, echt nog wel het een en ander te doen en te regelen. Want ik vind het natuurlijk ook wel lekker als ik het huis een beetje netjes kan achterlaten voor Joost. Niet leuk als je natuurlijk achterblijft in een totale chaos. Dus er moet ook nog wel even een en ander in huis gedaan worden. Ik ga dus snel en ik neem jullie natuurlijk ook weer eventjes. Ik moet me eigenlijk even gaan richten op de kleding, maar ik zag deze lamp. Eigenlijk best wel mooi. Heel groot. Je zou er natuurlijk ook nog een andere, gewoon een beetje meer kleurrijke kap op kunnen doen. En hij is €12. Oeh, deze zijn ook wel cool. Alleen er passen weinig in, jongens. Het is niet mijn soort glaasje. Meer deze. Kijk, dit is wel leuk. Een pak van Zara. Met stipjes. Ik heb dus ook ooit zoiets gehad. En toen heel veel gedragen. Dus ik sla hier wel op aan. €6. Dus ga ik even passen. Oeh, hier hangt het kaartje nog aan. Het is wel een beetje een aparte kleur natuurlijk. Maar op zich, als je bruin bent. Die touwtjes zien er wel heel ingewikkeld. Een soort van regenboogjurk. Alleen,
Hij is mij te groot, denk ik. Anders had ik hem nog wel even willen proberen. Heel veel jurken trouwens, kijk. Kijk, de dierenprintjes zijn natuurlijk ook weer helemaal hot. En dit is ook wel een beetje zo'n glanzend stofje. Volgens mij is deze ook wel leuk. H&M. Die gaan we ook testen. Kijk, dit is ook een pak. En ja, dit kan denk ik ook wel leuk zijn hoor. Er hoort eigenlijk een centuur om. Je ziet er, zit er niet meer bij, maar kun je zelf ook iets omdoen. Ik denk dat dit wel op zich chic zou kunnen staan. Als je er een mooi schoentje bij doet. €5. Oké, okay, nog een pak. Nou, dit zijn niet de kleuren waar ik zelf heel snel naar grijp. Ik vind die achterkant wel cool, zo open. Deze wel proberen. Jeetje jongens, het is hier echt een jurkenwalhalla. Hier hangen er nog veel meer. Oeh, die is leuk volgens mij. Second female. Die is wel echt mooi. Het is een L. Heel gaaf. Dit jurkje gewoon, maar hele mooie stof. Kennen jullie dit merk? Cider. Ik zag het op een gegeven moment echt constant langskomen op Instagram. Allemaal jurkjes. Zagen er op zich altijd wel mooi uit op het plaatje. Maar ik zie nu wel, kwalitatief is het niet heel geweldig. Nou, dit is niet mijn maat ook, maar ik vind het ook niet super. Nou, gewoon nog een cider jurkje met de kaartjes er nog aan. Ik vind deze wel leuker. Nou, ik ben in de paskamer. Ik ga even wat dingen passen. En ik heb dus ook nog dit jurkje gevonden. Van Hervé Léger. Nou, nep hoor. Daar ga ik tenminste van uit. Ik kan het nooit zo goed zien aan die labeltjes. Maar wat ik hier wel zie is... Hier heb je gewoon allemaal loszittende draadjes. En nou, ik ga ervan uit dat je dat nou niet hebt bij een jurkje van... Ik weet niet hoe duur ze anders zijn. 500 of €600 of misschien nog wel duurder. Maar goed, we gaan hem even passen. Dat is wel grappig natuurlijk. Op zich ziet het stofje er nog wel gewoon heel mooi dik uit. Dus nou, leuk om te kijken hoe het staat. Ik vond nog een voetbalshirt voor Max. Nou ja, en heel veel jurken en pakken. Ik heb alleen sneakers aan, dus misschien niet zo handig. Dus ik heb hier ook nog even een schoen met een hak gepakt. Staat het soms net even wat leuker. Nou, het valt tot nu toe allemaal net wat tegen. Ik heb een blauwe pak aan, maar het bovenlichaam is te kort. Dus het trekt helemaal. Zit niet lekker. Nou, het stipjespak vind ik dus op zich wel heel erg leuk. Alleen hier mist ook het centuurtje. En dit is nou net zo'n pak waarbij ik het wel het leukst vind als er gewoon een touwtje zit. Dan kun je dat zelf natuurlijk ook nog wel regelen. Maar hij is wel ook kort. Toch wel een beetje te kort, denk ik. Nou, deze zit wel goed. Kijk, hier kan je het dus nog een beetje aantrekken. Ik heb er nu een top onder, maar daar kan dan dus eigenlijk geen BH of bralet of zo onder. Dat is dan wel echt gewoon voor vakantie. Ja, en dit is ook weer zo'n korte lengte. Dat is dan voor met een sandaaltje. Nou, ik weet het niet, jongens. Nou, het was een prestatie op zich om deze jurk aan te krijgen. Zo ontzettend strak. Ik ga het ook echt niet doen. Ik voel me er echt helemaal niet prettig in. Maar nou, toch even voor de leuk. Dit is hem. Tjonge. Oeh. Nou, ik ben dus nog even naar Goudgoed gegaan. Ik dacht, misschien vind ik hier nog iets. En het is wel echt super grappig en toevallig. Want hier hangt nu ook zo'n soort jurkje. Kijk, dit is dan gewoon een officiële van French Connection, maar natuurlijk weer duidelijk geïnspireerd door die van Hervé. Deze ziet er eigenlijk een stuk beter uit. Ik heb zelf nog steeds nu kriebel op mijn rug van die andere. Oh, ik zie hier thuis al papier. Esprit. Nou, die vind ik wel leuk. Maar goed, wel echt heel toevallig. Nou, ik kan het qua dameskleding niet echt vinden, maar ik heb nog wel een paar topvondsten gedaan op de herenafdeling. Want ik kijk hier nu ook vaker ook voor Siem, omdat die wel in de kleinste herenmaat inmiddels past. Nou, ik zag dit t-shirt van Versace. Ziet er wel echt heel mooi uit. Ik twijfel wel een beetje hierover, omdat ja, eigenlijk is het niet echt iets voor Siem. Hij houdt toch veel meer van kleur en zo. Het is wel echt een beetje ja, heel basic natuurlijk en misschien ook voor iets ouder. En nou, deze is sowieso te groot hoor, maar wel gewoon een mooie trui van Tommy Hilfiger. In geel, heel opvallend, maar wel leuk.
Kijk, dit is meer wat Siem leuk zou vinden. Met heel veel kleuren. Alleen ik vind het halsje een beetje gek is of zo. En ik heb natuurlijk ook net heel veel t-shirts voor ze gekocht. Dus ik laat het eventjes hangen voor iemand anders. Kijk, dit is natuurlijk super kitsch. Je ziet het ook wel in zwaanvorm. En dit is nu een hertje, maar ik vind het dus toch wel schattig. Is toch leuk. Nou, ik kom thuis, staat de tv dus weer aan. En dat is dus heel vreemd. Dat gebeurt hier nou zeker één keer per dag. Heel vaak ook 's ochtends, als ik beneden kom, dan staat hij dus ook gewoon aan. En echt geen idee hoe het kan. Er is dan helemaal geen geluid. De afstandsbediening die ligt gewoon ergens. Nou, als er iemand is die ook een frame heeft, die dit ook heeft, ja, laat het me weten hoe je dit voorkomt. Want het is best wel een beetje irritant. Ik ben dus weer thuis. Ik ben dus ook weer nat geregeld, want het regende weer. En ik ga nu eventjes broodjes maken en dan ga ik de jongens ophalen bij school. Siem die had trouwens vandaag sportdag, maar niet zelf sporten. Maar hij ging een groepje begeleiden met leerlingen van groep 3, 4 en 5. Die hadden dus de sportdag en dan begeleiden de kinderen van groep 8. Dus dat is wel echt heel erg leuk. We zijn bij pianoles, maar ik heb nog een klein cadeautje voor Maxi. Oké, surprise, surprise. Oh, oh, mijn bon. Voor jou? Zeker van de Lidl, of niet? Kijk, voor zondag. Wow. Top, toch? Top. Het is woensdagmiddag en de jongens die zijn eventjes aan het chillen beneden. En ik duik even in mijn kledingkast. Want ik ga even wat setjes bedenken die ik mee wil nemen naar Antwerpen. Ik heb net even het weer gecheckt. Het wordt niet echt super mooi weer. We hadden natuurlijk gehoopt op echt zo lekker 22, 23 graden. Zonnetje, terras, drankje. Maar nou, het zijn allemaal wolkjes. Zelfs een beetje regen. Maar gelukkig wel wat warmer dan dat het nu is. Het is nu hier 13, 14. Dus dan voelt 19 waarschijnlijk straks al heel erg lekker. Daar hou ik me maar een beetje aan vast. En nou, ik wil gewoon even een leuke outfit voor de avond mee. Verder dus ja, denk ik toch zo dingen met blazer. En een shirtje eronder. Nou, ik ga even kijken. Ik laat jullie morgen wel eventjes zien wat ik meeneem. En dan neem ik jullie natuurlijk ook wel eventjes mee naar Antwerpen. Ik ga wel even wat proberen te filmen daar. En nou, morgen ben ik er nog met een vlog. En heel erg bedankt voor het kijken weer. En tot morgen. Doei!